Goedenavond, dit is Van Dien Live met vanavond. Het is de dag dat we niet alleen de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdenken, maar ook militairen die gesneuveld zijn tijdens vredesmissies. Ik bespreek het straks hier aan tafel met drie gasten, alle drie veteranen, op vredesmissie geweest. En Jan Terlouw, bekend als politicus, hij is ook beroemd geworden als schrijver van het boek Oorlogswinter. Dat is ooit een tv-serie en ook niet zo lang geleden verfilmd. En het is nog altijd een bestseller onder de jeugd, dus nog steeds. Maar we beginnen met de dodenherdenking op de Dam. Aan tafel drie veteranen, alle drie gediend op vredesmissies. Jurgen Duister, Boudewijn Kok en Matthijs Geutjes. Ik begin met Jurgen Duister. Je komt net van de Dam vandaan, van de dodenherdenking die we zojuist zagen. Hoe was het deze keer? Ja, net zoals altijd vind ik erg indrukwekkend. Het meest indrukwekkend vind ik eigenlijk de stilte. Zoveel mensen bij elkaar die zo volkomen stil zijn op dat moment om 8 uur. En Boudewijn was niet daar, maar was ergens anders en heeft ook een toespraak gehouden. Ik was bij de dodenherdenking in Dedemsvaart. Ja. En er werd mij gevraagd of ik daar een toespraak wil houden. Als veteraan zijnde. En dat heb ik gedaan. En hoe ging dat? Ja, net wat mijn buurman zegt, het is indrukwekkend. Er staan natuurlijk niet zoveel mensen als op de Dam. Maar de mensen die er staan, die zijn gewoon doodstil. En ook echt luisteren naar wat je te vertellen hebt, de boodschap die je brengt. En daarna ook gewoon echt die 2 minuten gewoon echt stil. Maar het lijkt me nog anders voor jullie ook als veteraan dan voor gewone mensen die ook van alles te herdenken hebben natuurlijk. Maar als je veteraan bent, er dichtbij gezeten hebt, leven en dood van heel nabij hebt meegemaakt, was het extra emotioneel of niet? Nou, ik denk dat je als veteraan zijnde wel met een dubbele bedoeling daar staat. Ten eerste natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog, maar ten tweede ook. Ik bedoel, in mijn missie zijn er ook 2 gesneuveld. En ook daar sta je gewoon op dat moment voor. En natuurlijk ook voor al die andere militairen die gesneuveld zijn in die vredesmissies. En ik denk dat de gewone burger daar hoofdzakelijk staat voor de Tweede Wereldoorlog. En Matthijs Geutjes? Ja, nou, daar ben ik het inderdaad mee eens allereerst. Ik heb het gewoon thuis alleen. Ik mag het graag een heel klein petit comité houden. Dat vind ik voor mezelf fijn. Ik heb echt bewust ook, dus ook liever zelfs uitnodigingen afslaan. Ja. Waarom? Ik vind het prettig. Dan kan ik mijn eigen moment er even pakken. Zeker gedurende mijn Afghanistan-missies hebben we best wel aardig mensen wel verloren. En daar mag ik graag even persoonlijk aan denken. Het is niet zo dat het te emotioneel zou worden, nee, als je erbij zou zijn in een grote gezelschap? Nee, dat zou ik ook kunnen. Dat zou ook geen probleem zijn. Maar ik vind het gewoon prettig om dat even lekker alleen te doen. Nu kennen jullie wel de discussie. Heel veel mensen die zeggen, luister maar even, het is dodenherdenking. Laten we het nou alsjeblieft beperkt houden tot de Tweede Wereldoorlog. Anderen zeggen nee, juist breder. Iedereen die later ook met oorlogs- en vredesmissies te maken moet hebben. Er zijn zelfs mensen die vinden dat het nog breder moet. Hoe kijken jullie tegen? Ja, ik denk dat het en-en kan. Kijk, ik vind het belangrijk dat er voldoende historisch besef is om blijvend alle generaties waaraan wij het ook weer gaan doorgeven, eraan te denken dat die 4 en 5 mei vooral te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Hè? Want daar komen die data vandaan. Maar het is ook goed om stil te staan bij het feit dat er mensen zijn gevallen voor het feit dat wij nu in vrijheid kunnen leven. En dat horen we aan jongere generaties door te geven. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam sprak op de Dam. En die bracht dat heel mooi onder woorden, vond ik. Dat wij dat aan kinderen eigenlijk verplicht zijn om die last die zij straks op hun schouders krijgen, hè, van de wereld, om die lichter te maken. En dan hoort er ook bij dat wij vertellen dat die vrijheid ook nu soms nog slachtoffers kost. Bovendien is het voor jullie dichterbij. Je hebt het zelf al meegemaakt. Jullie hebben het in je eigen directe omgeving meegemaakt. Dat jullie zelf ook kunnen overkomen. Ja, ja. Dat maakt het dus ook inderdaad. Maar vinden jullie het alle drie over? Vinden jullie allemaal dat het goed is om het breder te trekken? Dus niet alleen maar de dodenherdenking? Uiteindelijk gaat het om vrijheid. En we hebben daarvoor gevochten in een ander land. Voor die vrijheid.
Maar dan mogen we dat hier ook gewoon uitdragen, dat het om vrijheid gaat. En dat ook gewoon aan de jeugd kenbaar maken dat het niet vanzelfsprekend is, de vrijheid. Maar dat er gewoon mensen voor zijn gesneuveld. En juist goed dat het dus niet alleen gaat over de Tweede Wereldoorlog, maar dat het ook gaat over slachtoffers tijdens vredes en oorlogsmissies. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog gaat steeds verder van ons af. De mensen die nog daadwerkelijk kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, ja, dat worden er elk jaar steeds minder. Ja. Maar goed, er komen wel steeds meer veteranen bij die ook een verhaal hebben. En dan niet over de Tweede Wereldoorlog, maar wel over Afghanistan of Bosnië of Libanon. Misschien zit er een les in voor ons allemaal en voor kinderen ook, die wij van dichtbij hebben gezien. Namelijk, ja, wat ik dan zelf steeds zeg, een oorlog begint niet van de een op de andere dag. Die ontstaat langzaamaan. En door rumoer in een samenleving, doordat men verschillen gaat benadrukken, geen respect meer heeft voor anderen. En voor mij is dat persoonlijk een hele belangrijke missie. Er zijn mensen, let op deze tijd, het dreigt nu ook. Is dat overdreven of niet? Of speelt het wel degelijk? Nou, ik denk dat het gevaar altijd bestaat. Hè? Als die vrijheid misschien te vanzelfsprekend is geworden, dat je eigenlijk niet beter weet, hè, en denkt dat het normaal is, en vergeet dat er een verantwoordelijkheid bij hoort, dan moeten we toch wel uitkijken. Want er hoort ook een verantwoordelijkheid bij. Dat we elkaar bijvoorbeeld respecteren. Vooral waarin we verschillend zijn. Want makkelijk is het als we hetzelfde zijn. Ja. Nou ja, misschien dat we daar nog even aan toekomen. We willen eerst ook weten wat jullie allemaal precies gedaan hebben. We hebben al wat toespelingen gemaakt. Ik begin met Matthijs, want je bent 4 keer op missie geweest. Ja, ik ben 4 keer op uitzending geweest. 2 keer naar Bosnië, de eerste keer nog dienstplichtig. Ja. En 2 keer naar Afghanistan. En alle 3 keren in een andere rang en een compleet andere functie. Ja, we hebben er ook wat beelden van. In ieder geval een paar foto's van kunnen we even zien. Je ziet dat je bent makkelijk herkenbaar ook. Hè? Je kunt alle 3 zien. Maar je bent even 3. Maar zie je, dat zien we jou ook. Zie je dat? Ja, inderdaad. Dat, ja. Dat ben je zeker. Ja. Bij het verbranden van het vuil. Maar 4 keer op missie, dat is veel. En je zegt eerst als dienstplichtig. Had je kunnen weigeren? Nee, ik ben toen vrijwillig dienstplichtig geworden. Want ik was goedgekeurd voor de infanterie. Ja. Maar ik wilde dan toch mijn dienstplichttijd wel heel nuttig vervullen. En toen kon ik naar de VN toe. Helaas mijn blauwe beret op de laatste dag, waar we het straks even over gehad, op de laatste dag misgelopen. Want we waren de eerste club die met IFOR meeging. Dus niet meer met UNPROFOR. En wij mochten in principe weigeren tot aan de vliegtuigtrap. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt, iemand dat heeft gedaan. Nee, maar dat is wel officieel het verhaal. Je mag echt letterlijk weigeren tot dat moment. Dus je kunt voortdurend mag je blijven twijfelen tot het allerlaatste moment. Ja. Hebben jullie dat ooit meegemaakt, dat iemand dat gedaan heeft? Nee. Op de vliegtuigtrap, dat lijkt me ook een... Op de vliegtuigtrap niet, wel aan het eind van de opleiding, dat wel. En wat is dan de reden? Wat geven ze op? Toch bang? Ik weet het niet. Nou, nooit zal iemand zeggen, denk ik, dat hij bang is als hij dat niet doet. Maar, ja, kan druk van ouders. Dat zou kunnen. Ja, wij waren inderdaad dienstplichtig. Ja, dan gold dat. Hè. Dan kon je altijd nog zeggen, ik wil niet. Ja. Nou ja, kijk wat er kan gebeuren. Je hebt in Afghanistan ook een en ander meegemaakt. En tijdens je missie zijn er collega's omgekomen. En die worden dus geëerd. En dat gaat op deze manier. Even na 2 uur vannacht landt het Hercules-toestel in Leeuwarden. Aan boord de lichamen van korporaal Altert Poortema en soldaat eerste klasse Wesley Schol. Leden van het 44e Panzer-Infanterie-Bataljon dragen hun overleden collega langs een erehaag van zo'n 100 militairen. Ja, dat laten we zien om ook te zien dat het niet zomaar iets is. Je bent ook met dit vliegtuig, met deze collega's die je niet persoonlijk kende, maar daarmee ben je wel mee teruggevlogen. Niet met deze Hercules, maar wel met de KRS-10 vanaf... de Verenigde Arabische Emiraten. En ik was toen als officier verantwoordelijk voor hun persoonlijke spullen te beladen aan boord van de Chinook-helikopter. Toen vanaf Tarinkout vertrokken. En waarom ben je meegevlogen? Ik moest eerder naar huis in verband met de zwangerschap van mijn vrouw. Die stond op het punt van bevallen. En ik zou 2 weken later in principe uitroteren. Dus toen hebben ze gezegd, nou, die laatste 2 weken dat gaan we niet riskeren met het geboorte van het kind. Dus we proberen je mee te krijgen. En eigenlijk... door het sneuvelen van deze 2 mannen kon ik naar huis. Dus dat is een heel dubbel gevoel als je dan thuis... Dat wou ik net zeggen, dat is nogal een dubbel gevoel. Ja. En een gevoel dat je leven lang bijblijft natuurlijk. Ja. Op een heel belangrijk moment in je leven. Ja, ja, dat is een... daarom vond ik het ook wel bijzonder om deze beelden zo te zien. Dat, ben je er toch weer terug die avond. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ik bedoel, want dan kom je terug en, en dit komt altijd weer terug. Mm-hmm. Nu bij deze beelden, maar natuurlijk altijd weer. Hoe kun je daarmee omgaan? Krijg je daar genoeg hulp voor? Wat heel belangrijk is, en ik denk dat ze dat ook kunnen beamen, is in ieder geval praten met de maten, zoals je het zegt. En, je kan met familie praten, maar die gaan niet begrijpen wat je hebt meegemaakt.
Niet omdat je hele gevaarlijke dingen hebt, maar gewoon het gevoel. Je zit er altijd samen. En bij mij is gewoon het praten met de maat is voor mij het beste geweest. Maar tegen familie en vrienden vertel je ook niet alles? Of kun je gewoon niet alles vertellen? Nee, daar kan je niet alles vertellen, want dat zullen ze gewoon ook niet begrijpen. Het grootste probleem, denk ik, met de familie en vrienden thuis is dat er heel snel gezegd wordt van, joh, je bent er toch weer? Je hebt je handen nog, je hebt je benen nog. Ja, dat is weer, man. Kom op. Doe even normaal niks aan. Een pilsje drinken. Wat is er aan de hand? Ja. Ze denken dat je zo weer terugstapt, dat leven, een normale leven in. En dat je hebt een proces gehad van tevoren om er naartoe te werken, dat je gereed bent om daar naartoe te gaan. Want dat ben je ook niet zomaar. En je hebt net zo goed een proces achteraf weer nodig om weer helemaal te wennen eigenlijk. Want waar ben jij zelf geweest? In Bosnië. In Bosnië. En wat voor werk heb je daar gedaan? Ik was ook dienstplichtig militair. En ik heb vrijwillig gekozen om naar Bosnië te gaan toen het Nederlands leger eigenlijk militairen daarvoor had. Jou kunnen we ook wat laten zien, denk ik, hè? Van inderdaad in Bosnië. Ja, transportbataljon. Ja, kijk, hier zie je. Ja, dat is de haaien. Ja. Duidelijk herkenbaar ook. Nee, dat is maar... We weten dat jij het bent. Ja, nee, zeker, precies. Ja, veteraan. Hier ook. Ja. En wat je daar deed, was dus een hulpconvooi van de Verenigde Naties? Ja, wij reden eigenlijk hulpgoederenconvooien. Ik heb dat 6 maanden lang gedaan, vanuit het hartje Bosnië. Buzovace, een plaatsje niet zo ver van Sarajevo vandaan. En elke dag distribueerden wij voedsel, hulpgoederen. Ja, en hier zien we ook even hoe dat gaat. Hè? Dat elke dag gebeurde dit gewoon. Dit kwam eraan. En in zo'n kolonne ging dat ook, in een konvooi. Ja. Ook gevaarlijk altijd dit. Nou, altijd. Kijk, weet je wat het vervelende is? Dat is ook iets wat je uitlegt. Dat je nooit weet wanneer er iets gebeurt. Hè. De meeste dagen gebeurt er gewoon niks. Alleen het is elke dag spannend, want je weet van tevoren niet wanneer die dag komt dat het is. Is er ooit een beschieting geweest of niet? Ja, er is een keer een beschieting geweest. We zijn een keer direct beschoten, echt ons konvooi, door artillerie. Ik voelde me heel erg machteloos, want we hadden een Uzi en we hadden een ongepanzerde vrachtwagen. En ze schieten vanaf kilometers afstand met 120 mm granaten op jou. Dan doe je niks. Maar wat denk je dan ook? Waren we maar beter bewapend geweest of niet? Nee, dat denk je op dat moment niet. Op dat moment niet, machteloos? Nee, dan neem je training neemt het gewoon over. Je zorgt dat je auto start, dat je je luiken dichtgooit en dat je achter de Engelsen aangaat en de poort uit, want je kunt toch niks doen. Achteraf denk je misschien, ja, hoe had het allemaal kunnen gaan? Daar praten jullie dan toch ook over met de maten? Dan heb je het met elkaar toch ook over? Van wat zou er moeten gebeuren? Ik las vandaag een stuk in, ik weet niet meer, ik meen in de Volkskrant van een generaal of een majoor buitendienst. En die zegt, we moeten gewoon beter bewapend zijn. Dat heeft de Tweede Wereldoorlog ook uitgewezen. Dit soort missies geven dat ook aan. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, daar ben ik het van harte mee eens, ja. Ja, ja, worden we niet genoeg... Defensie heeft dus inderdaad niet genoeg geld. Dat vinden jullie nu ook, na al die missies die je gedaan hebt? Dat, mijn persoonlijke mening, ik vind dat Defensie te weinig geld heeft. Ik denk dat zware bewapenen overigens niet altijd het probleem oplost. Het kan ook meer geweld uitlokken in sommige situaties. Maar ik denk wel dat daar meer aandacht aan zou mogen besteden mogen worden, ja. Maar meer aandacht aan besteden? Of gewoon dat je kunt zeggen, luister even, wij hebben dit allemaal ervaren, hebben het meegemaakt. Je zei net zelf, ik voelde me machteloos. Wat ik zo moeilijk evenwicht vind. Kijk, niemand, als het goed is, wil een wapen gebruiken. Maar het vervelende is dat de geschiedenis ons heeft geleerd dat je wel bereid moet zijn een wapen te gebruiken. Omdat er soms gewoon het kwaad gaat overheersen. En dan helpt alleen dat wapen nog. En dat geldt ook voor vredesmissies? Dat geldt ook voor vredesmissies, ja. En de afspraken uiteraard met de overige bondgenoten. Uiteraard. Als je als VN bent, dan ben je als land niet als enige. Dan heb je de bondgenoten naast je. En als je daar even duidelijk afspraken mee maakt en ook zorgt dat die nagekomen worden, dan ben je al een heel groot probleem is dan al weg. Nou, ook goed dat jij dit zegt. Van jou hebben ook foto's in actie. Dat gaat over Dutchbed, want daar heb jij gezeten. Ja. En dat lijkt soms, hoe gek het ook is, maar kijk maar hier, gewoon in het zonnetje. Ja, heerlijk. Dat is ook die kant heb je ook. En hier, dat is nog allemaal, kijk, de jongens onder elkaar, leuk. Maar dan krijg je iets anders. Ja, dit ziet er ook nog naar. Dat lijkt alsof je Batman bent, hè. Dan denk je ook nog van, ziet er goed uit. Maar daarna, we kennen de geschiedenis, we kennen het afschuwelijke verhaal. En dat moeten we ook eventjes op een rij zetten. We gaan even terug in de tijd, zo weet ik het, ja. In juli 1995 woedt in de Joegoslavische Republiek Bosnië-Herzegovina een oorlog tussen Bosnische moslims, Serviërs en Kroaten. Te midden van al dat geweld ligt Srebrenica. Het is door de VN uitgeroepen tot veilige enclave voor moslims. Duizenden hebben er doodsbang een heenkomen gezocht. Nederlandse soldaten van Dutchbat moeten Srebrenica beschermen. Maar ze kunnen weinig uitrichten tegen de overmacht van de Serviërs, die de enclave onder leiding van generaal Mladic onder de voet lopen. Dat is de pianist. Ja, dat moet dat de pianist. Slaap is de pianist.
Zo'n 8000 moslimmannen worden in de dagen daarna standrechtelijk geëxecuteerd. Er volgen onderzoeken en rechtszaken. Nabestaanden eisen gerechtigheid. Nederland wordt aansprakelijk gesteld voor de dood van 300 mannen die waren weggestuurd van een Nederlandse basis. Ratko Mladic wordt in 2011, 16 jaar na het drama, gearresteerd en overgebracht naar Den Haag, waar zijn rechtszaak voor het Joegoslavië-tribunaal nog altijd loopt. Ja, dat is inderdaad natuurlijk het drama. Het is de open wond. Hè. Al die woorden zijn natuurlijk daar gewoon op van toepassing heel vaak ook al beschreven. Het is natuurlijk afschuwelijk. Je was daar monteur in die tijd. Ja. Wanneer had je het zelf in de gaten dat dit volledig misging? Al vrij vlot. En ik denk in februari al wel. Van 95. Dat ik op een konvooi vanaf Zagreb heb teruggereden naar Srebrenica. En me onderweg ook werden tegengehouden door een groep bewapende Serviërs. En die wouden de helft van het konvooi. Nou ja, goed, jij zal dat als konvooiman weten dat dat regelmatig gebeurde. Ja. En toen ging ik er eigenlijk nog een beetje vanaf. Nou, ik ben hier als VN-militair. En ik had natuurlijk gezien hoeveel mensen er op Zagreb rondliepen op het kamp. Hoeveel VN-militairen. En ik had zoiets van, nou, nu gaat er weer hulp komen. Maar uiteindelijk werd er gezegd, nou, laat ze maar pakken wat ze hebben willen. Zolang je zelf maar veilig door kan rijden. En toen had ik echt iets van, als het hier misgaat, gaat het echt goed mis. Nou ja, goed, en dat is dus in juli 95 is het gebleken dat eigenlijk de wereld helemaal niet van plan was om ook maar één vinger uit te steken om die mensen te helpen en te redden. En daardoor heb je nu die 8000 doden en ja. Echt bijna rillingen van als je het vertelt, als ik ook denk wat er allemaal gebeurd is, dat je dat hebt meegemaakt ook. Het is, ik bedoel, wat is er gebeurd als je daar van zo'n drama terugkeert naar huis? Dan zou je zeggen, nu moet je echt aan alle kanten geholpen worden. Ik zei vanavond ook al in mijn toespraak, ik ben teruggekomen, maar ik ben nooit thuisgekomen. En dat is voor mij gewoon de omschrijving. Ik ben er wel, maar wat daar gewoon allemaal gebeurd is en de machteloosheid waarin we daar met z'n allen gestaan hebben, nog steeds in de hoop die hulp te krijgen. Het moment dat die luchtaanvallen zouden komen. Natuurlijk wist ik, als die luchtaanvallen zouden komen, dan kon het ook wel eens met ons verkeerd aflopen. Ja. Maar gewoon het moment van het wachten op die 6 uur dat die vliegtuigen zouden komen en gewoon niet gebeurt. En je weet gewoon, daar staan buiten gewoon 30.000 mensen. En daar is het ooit aan beloofd. Je zag de beelden net. Ja, jullie staan nu onder bescherming van de VN. Ja. Maar de VN gaf niet thuis. Helemaal. Dan kom je terug en dan weet je, dan heb je dat in je achterhoofd. Dan heeft dus dat gevolg ook voor je persoonlijke leven, voor jullie allemaal. Nou ja, dat is, jou ook. Ja, absoluut. Ik heb er ook gewoon heel veel problemen om gehad in de loop van de jaren. En wat is er gebeurd? Daar? Nee, bij jezelf. Bij mezelf. In je leven. Nou ja, goed, ik heb 2 huwelijken achter mijn rug. Wat ik niet vol kan houden. Gewoon niet vol kunnen houden. Elke keer weer met deze problemen op de proppen komen. Gewoon weer ziek thuis. Gewoon niet de zin hebben om met je bed te gaan. Gewoon niet. En continu maar moeten verdedigen dat je daar geweest bent. Dat je daar gedaan hebt wat je hebt kunnen doen. Ja, dat vind ik dus het rare van het verhaal steeds. Hè? Dat andere mensen daar, ja, ook al zijn ze heel empathisch, je kunt het niet echt begrippen omdat je niet hebt meegemaakt. Dat wil je niet voor hebben. Maar je kunt wel begrijpen, zoek hulp of wordt er hulp aangeboden. Nou, je hebt er goede psychiaters voor. Hè? Dat was natuurlijk toen in het begin na 95 eigenlijk het probleem. Er was nog niet zo heel veel hulp of nazorg. En dat is wel goed. Ik denk dat jij dat kunt bevestigen naar Afghanistan. Het verschil tussen Bosnië en Afghanistan. Dat die hulp vooruit gegaan is. Ja, ja. Maar als je al zo lang in die problemen zit en zo lang op een gegeven moment zelf gaat denken van, oké, ik had me dus dood moeten vechten daar, dan is het moeilijk om die hulp te gaan zoeken. Kijk, iemand die alcohol verslaafd is... Het is ook voor jezelf, ga je die hulp niet zoeken. Nee. Want iemand die verslaafd is aan alcohol of aan drugs of aan het gokken, die gaat zelf niet aan de bel trekken van, ik heb dat probleem. Dat moeten andere mensen doen. Alleen, ik heb het ook net 20 jaar ontkend. Ik heb geen PTSS, doe toch normaal? Ach, ik heb er wel moeite mee. Ja. Maar uiteindelijk wel. Maar ook onderling, weer bij de maat of je vrienden of degene die het wel weten, dat je dan toch een watje bent als je dat toegeeft, heeft dat ermee te maken of niet? Nee, absoluut niet. Integendeel zelfs. Ik hoef met mijn maten gewoon niet te praten. De ogen zeggen meer dan genoeg, een glimlach zegt meer dan genoeg. Maar is er dan niemand geweest van de maten die zegt, jongens, zoek hulp? Ja, natuurlijk wel. Maar uiteindelijk gaat het niet gebeuren, omdat je bent er zelf of nog niet aan toe, of er is gewoon veel te veel gebeurd, waardoor het gewoon even niet meer werkt. En het moment komt, en het moment is er voor mij gekomen, dat ik op een gegeven moment gezegd heb, joh, maar nou ga ik het gewoon echt niet meer trekken. Nou moet er echt wat gaan gebeuren. En dat is in mijn geval is dat gelukkig gebeurd. En nu gaat het ook goed. Maar nu dat ik ook weet voor mezelf dat ik dat PTSS heb, en dus ook gewoon erkend heb dat ik het heb, kan ik daar wel mee leven. En dan gaat het prima. Maar ik zeg vaak aan deze tafel van, we hebben niet genoeg tijd, we moeten lang over doorpraten. Nu kan ik het waarmaken, we gaan het zo meteen doen. Hè? Jullie blijven gewoon zitten. Ja. We gaan hier zo meteen zeker nog meer dan genoeg te vragen met jullie over doorpraten. Dat doen we straks na de reclame. Want
De vraag is ook, hoe gaan we met onze veteranen om? Kijk eens naar het buitenland. Die lijken een veel groter respect te hebben. Kijk, daar gaan we over praten, over dat respect. Dat willen we zo meteen weten, of dat genoeg ook is in Nederland. Maar natuurlijk ook vraag ik aan onze drie gasten wat dat posttraumatisch syndroom precies inhoudt en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Blijf kijken.